Wat gaat er om in het hoofd van een echte crimineel? Wat denkt hij als hij een bank overvalt? Onschuldige slachtoffers afperst? Of een moord pleegt? En wat zegt hij tegen zijn vrouw? Waarom kies je voor zo'n bestaan? En wat levert de misdaad je nou uiteindelijk op? Het zijn vragen die mij al lang fascineren. En nu heb ik de kans de antwoorden te krijgen. 6 zware criminelen keken met mij voor het eerst terug op hun leven. Zij durfden het aan plaats te nemen in de verhoorkamer van Echte Penose. Ik ben Atje Havenkamp, 41 jaar. Ik heb zo'n 10 à 12 jaar van mijn leven in de gevangenis gezeten. In het binnenland en het buitenland. Ik word gezien als een speelfiguur tussen Colombiaanse kartels, de Franse drugsbende en de Napoleaanse Camorra. Men zegt dat ik in de top van de zware criminaliteit zit. Wat is de reden dat je je verhaal wil doen? Men zegt dat ik een crimineel ben, maar ik zeg gewoon van ik kan ook een ander mens zijn. En ik, daar wil ik mijn gevoel wel over uiten. Ben je een brave jongen dan? Ik ben geen brave jongen. Maar wel een goede jongen. Ik heb wel een goed hart, zit wel op de goede plek. Je hebt wel flink wat jaren vastgezeten. Ja, ik heb er heel wat 10 jaar op zitten, laat ik het zo zeggen. Wat zegt dat dan over jou, dat je eigenlijk 1/4 van je leven hebt vastgezeten? En dat zegt over mij niet hetgeen wat justitie zegt. Jij ziet het anders dan justitie? Ja, zo zie ik het. Ja. Justitie die denkt dat mensen, die van vooruit al van die hebt dat gedaan. En die mensen, die krijgen de kans niet voor om je eigen te bewijzen dat het niet zo is. En wat zegt men dan dat jij voor crimineel bent? Dat ik een snelle jongen ben en dat ik mijn centjes op een hele andere snelle manier heb verdiend. Ad Havenkamp wordt gezien als een van de grootste drugscriminelen van Nederland. Hij is veroordeeld voor inbraken, ontvoering, vuurwapenbezit en het organiseren van een groot cocaïnetransport vanuit Zuid-Amerika. Samen met de legendarische drugsbende The French Connection. Ad wil al jong crimineel worden. Die droom heb ik altijd wel gehad, ja. De grote crimineel te zijn. Hij raakt geïnspireerd door drugsbaron Klaas Bruinsma, maar komt in de onderwereld bijna om het leven. Ik ben dood geweest, niet per HNA. Ik heb echt zwaar geluk gehad. Jarenlang zit Ad vast in de meest beruchte gevangenis van Frankrijk. Maar ondanks zijn veroordelingen weigert hij zijn misdaden toe te geven. Is het die dan? Is die het of is die het niet? Wat denk je zelf? Wij hadden ook deze tent als vroeger. En dan stond ik dan samen met mijn moeder stond ik hierin. Dus het was top. Het was een leuke tent toen die tijd. Maar het is niet wat ik zocht. Ik zocht echt een beetje spanning in mijn leven. En dat heb ik gevonden. En ja, alles op een andere manier als dit. Ad Havenkamp wordt geboren in Dordrecht. Maar brengt zijn jonge jaren vooral reizend door. Met zijn broer en zus heeft hij een zorgeloze en gezellige jeugd. Aan geld is er in het gezin geen gebrek. Je hebt een groot deel van je jeugd op de kermis doorgebracht. Ja, een leuke tijd. We hebben veel rondgereden overal naartoe. We hebben elk stadje wel gezien in Nederland. Hoe kwam het dat jullie op die kermis woonden? Mijn vader is een idee eigenlijk, want die kon niet stilzitten. En die had gezegd, weet je wat, we gaan iets op de kermis doen, we gaan iets kopen. En dan gaan jullie mee met ons. En dan gaan we kijken hoe het jullie beval. Maar wat hadden jullie dan op die kermis? Wij hadden verschillende zaken bij gehad. Een bingo-tent, we hebben een draaimolen gehad. En wat deed jij daarin dan? Ik zat meestal in de kassa. Mijn vader ging meestal te pleiten. Dan liet hij mij 3-4 uur liet hij mij achter. En dan moest ik alles bedienen en de kaartjes verkopen. Kreeg je een hoop contant geld ook in je handen op die kermis? Ja, dan moest naderhand ook mee naar huis genomen worden naar de caravan. Dan moest dat geteld worden en dat was regelmatig. Was dat toch over zaken, ja. Eigenlijk hadden jullie het heel goed thuis? Ja. Heel goed. Maar ja, ik was een jongen die heel veel spanning. Iets wat niet mocht, deed ik. Als mijn vader zei, dat wil ik niet, dan deed ik dat. Ik ging naar boven en een uur later ging ik via het dak ging ik weer weg. 12 uur thuis zijn, dan kwam ik om 2 uur. Ja, zo ben ik. Is dat iets waar je mee geboren wordt, dat je zo naar spanning hangt? Ik denk het.
denk ik. Ad begint op de kermis met zijn eerste criminele acties. Rond zijn 16e weet hij een auto te stelen en er zelfs in te rijden. Wij stonden op de kermis. En wij reden toen een hele oude Opel Ascona toen die tijd. Of dat was een auto voor de caravan te trekken. En de buurman die had een hele splinternieuwe Mercedes gekocht. Maar op de kermis had ik een paar leuke meisjes ontmoet. En die zei van, joh, kom je vanavond naar de Hooizolder heette dat zoiets. Dat was ergens in Vlissingen. Ik zei, is goed, leuk, gezellig. Maar ik zat te denken, ja, hoe ga ik jullie ophalen? Ik heb moeilijk met een Ascona aankomen, en ik was 16 jaar toen die tijd. Dus wat deed ik met mijn maatje? Ook eentje van iemand van de kermis. Hé hey Sam, hé hey dames. Kijk eens wat ik geregeld heb. Kom je aan die sleutel dan, joh? Ja, voor mijn buurman gepakt, hè? We waren met zijn Mercedes op stap. Maar ja, ik denk als wij als ochtends op tijd terug zijn, dan slaapt iedereen nog. Zetten we hem terug, ik zet de hand. Een leuke avond gehad met die meiden. En ik ga terug, ochtends vroeg. Stond iedereen buiten, inclusief mijn vader. Op dat terrein dacht ik, oh shit, daar sta je erin. Dus ik geef gas door, ik denk, die hebben mij niet gezien. Ik vind het moeilijk om mee naar huis rijden, want iedereen is wakker. Ja, we kunnen hem hier het water in gooien. Ja, doe ik me net of die auto pikken, zo weet ik veel. Dus ik heb ergens het water in gereden. Met de bedoeling van, ja, het erin laten rijden. Maar als je normaal een boot inlaat met een aanhanger, die ik die auto erin geleid, denk ik, ja, zo, dan denk ik misschien dat die gepikt is, die auto. Ze wist al dat ik het was. Ze hadden het wel al verteld. Dus, want er waren ook kermisjongens vandaar. Die hadden mij weer gezien in die Hooizolder. Dat ik met die auto was. Wat zei je vader toen hij erachter kwam? Mijn vader? Ja, ik ben niet meer naar de caravan gegaan. Ik ben een week of 3, 4 spoorloos geweest. Auto- en winkeldiefstallen worden voor Ad de normaalste zaak van de wereld. En eigenlijk doet het hem weinig. Als hij op zijn 17e voor het eerst vast komt te zitten. Het is voor mij een eerste les wat ik eigenlijk had in de gevangenis. Het is nooit leuk. Maar ik heb vanaf die tijd heb ik altijd geleerd dat ik een bepaalde knop omzet. En dit is de gevangenis. Hier moet je het doen. En ik ben hier geen huilenbalk, want die zitten er heel veel in de gevangenis. Die gaan zitten huilen de hele dagen. Ik ben niet zo. En achteraf denk je, joh, het is helemaal niet zo erg eigenlijk. Je was bang geweest daar? Nee, nooit. Je was 17. Niks. Ik was toen ik die tijd was ik al 15, 16, 17, ook was overal een haantje ervoor. Ik ben totaal niet bang geweest, zeker niet in de gevangenis. Met wat voor jongens zat je in die gevangenis? Jeugd, veel jeugd. Dus jongetjes die ook gekke dingen hebben gedaan natuurlijk, die ook niet te verlegen waren buiten. Daar kon ik het altijd wel mee vinden, want ik ben een jongen die heb snel contact. Hoe reageerden je ouders toen je werd opgepakt? Ja, mijn moeder vond het zeker niet leuk natuurlijk. Die was verdrietig, maar ja, ik zei, maar komt allemaal goed. Geen wat deed het met jou dan om je moeder zo verdrietig te zien? Ja, dat doet wel zin natuurlijk, dat is logisch, dat is altijd. Je moedertje daar je van, dat is een eerlijke... Voor mij dan, hè. Ik ben een familiemens. Ik hou van mijn moeder, ik hou van mijn zuster, ik hou van mijn familie. Zo ben ik. Maar hoeveel Ad ook van zijn familie houdt, thuis wonen gaat niet meer. Na zijn vrijlating houden politie en justitie hem voortdurend in de gaten. Steeds vaker wordt hij verdacht van ernstige feiten die hij altijd ontkent. Op zijn 18e krijgt Ad onderdak bij een vriend en diens moeder. En op een ochtend valt daar ineens een groot arrestatieteam binnen. Ik werd verdacht van een bankoverval. Daar heb ik 6 weken vastgezeten. En daar ben ik in principe voor vrijgelaten. Omdat ik heb gezegd, ik ben het niet geweest. Hoe ging die arrestatie in zijn werk? Lag in bed, mensen lagen in bed. En ja, toen werd de deur werd eruit getrapt. Politie! Met de groep op politie, maar het was het arrestatie, want die herken je aan Beretta. Politie! En dan zag ik ineens dat vrouwtje in de handboeien leggen. En, met een hele hoop geweld, een arrestatie erbovenop. Een vrouwtje van misschien 50 kilo weg. Dus die zoon zie je daar liggen, dat meisje zie je daar liggen. Nou, dan kijk ik een doek over mijn kop. Nou, politievrouw. Hoe kwam het dat ze jou verdachten van die bankoverval? Weet ik niet. Er waren mensen die hadden gezegd
iemand die zag er zo uit. En ja, dus dan was er gauw een beeld van, oh, dat is hij. Je bent vrijgesproken voor die bankoverval? Ja. Had je er ook niks mee te maken? Nee, men zegt van wel. Nee, ik heb gezegd van niet. En dat is ook mijn vrijspraak geworden. Dus de rechter die geloofde meer in mij dan wat men zegt. Dus ik had uiteindelijk een keer een goede rechter in mijn leven. Ad wordt portier in een van de grootste houseclubs van Nederland. Het inmiddels gesloten Parkzicht in Rotterdam. 1, 2, 3, Ecstasypillen zijn eind jaren 80 razend populair in Parkzicht. En justitie denkt dat er grootschalig in wordt gehandeld. Ad rijdt in dikke auto's en heeft opvallend veel geld. Ja, toptijd. Ik vond het de mooiste tijd die er was. Was alles nog een beetje gedoogd, weet je wel. Dat was altijd wel leuk. Gedoogd? Ja, met alles een beetje. Als je een pilletje op had of een dingetje van datje. Mag er maar één punt. Die spanning, hè, die je dan vroeger opzocht. Hoe zocht je die in die tijd op? Ja, jullie mensen kennen. Jullie mensen kennen die daar aankomen met snelle auto's. Mooie auto's. Ik vond zo. Ja, dat wil ik eigenlijk ook wel. Hoe verdienen de mensen hun geld dan die in die snelle auto's reden? Ja, weet niet. Wat denk je? Ik zou het echt niet weten. Drugs? Ik zou het echt niet weten. Ik zou echt niet weten hoe hun geld verdienen. Er wordt gezegd dat je in die tijd behoorlijk in ecstasy handelde. Ja, het zou kunnen. Men zegt dat. Men zegt zoveel over mij. Van jij doet dit, jij doet dat. En inderdaad, er ging toen die tijd gerucht. Van meneer Haverkamp, die zit in de ecstasy. En die verkoopt ze per aantallen, grote aantallen. Oké, dat zegt u, zeg ik dan. Tegen de rechercheur. Hoe moet je opstellen in zo'n verhoor als je verdacht wordt van zoiets? Gewoon hoe ik ben. Zo hoe ik nu hier ook zit tegenover jou. Beetje geheimzinnig, ik zeg niet zoveel. Nou, ik zeg genoeg, vind je niet? Men zegt heel veel over mij. Dat vind ik al meer als genoeg. Als je het wel gedaan zou hebben, zou je nu toch ook zeggen dat je het niet gedaan hebt? Dat weet ik niet. Ik ben sowieso lang geen persoon die ik beken. De omerta, de geheimhoudingsplicht in de erecode van de maffia, is voor Ad van levensbelang. Maar hij geeft wel toe dat hij bewust voor een crimineel leven kiest. Trots is hij zelfs op zijn kennismaking met de later geliquideerde drugsbaron Klaas Bruinsma. Die is eind jaren 80 de grootste drugshandelaar van Europa en zet miljoenen guldens per dag om. Waar zag je Klaas? Ben ik tegengekomen in Amsterdam, de Damrak. Daar vroeger zo'n gokhal had je daar zitten. Die gokhal, ja, dat was meestal de plek waar ik wist waar ik moest zijn om hem te ontmoeten. Nou, dat vond ik wel een speciaal gebeuren toen die tijd, want Klaas Bruinsma was toch een man van aanzien. Had je toen ook de droom om dat te worden? Ja. Ja, ik had vroeger ook van, ik wil dit leven, wil ik ook. Dus wat leek je daar zo mooi aan? Ja, het snelle leven, dan zeg ik. Veel geld, daar keek ik tegenop. Ik vond het leuk om hem te hangen, hè. Of beginnen, of onderaan de ladder. Dat is altijd een feit, dan moet je overal beginnen. Maar ja, dat was niks voor mij. Als je zelf al een beetje een haantje bent, en dat je dan iemand voor je krijgt, die dan de baas is, en dan als je van, oh, ga niet werken dit. Je bedoelt eigenlijk jezelf liever de baas was geweest? Ja, ik heb, of op gelijke basis. Niet lang daarna is Klaas geliquideerd. Ja, klopt. Eigenlijk werd jouw grote voorbeeld geliquideerd. Ja, grote voorbeeld. Het is niet zo van, ik ben idool van die man. Ik was een idool, maar het was voor mij een droom dat ik het zelf zo ver heb geschopt om tot bij hem te komen. Heel veel mensen om hem heen zijn ook geliquideerd. Ja, het zijn misschien mensen die ook de verkeerde fout hebben gemaakt in hun leven door niet goed te werken met andere mensen of wat dan ook. Schrik het ook af dat er zoveel mensen geliquideerd zijn? Ja, je moet de reden weten erachter. Als je de reden weet erachter, dan schrik het mij niet af. Het is ieder voor zich, zeg ik altijd, God voor allen. Maar dat kan zijn dat jij, als jij een fout maakt bij iemand, ja, dan zit het, dan kan dat gebeuren. Dus liquidaties horen er eigenlijk bij? Nou, liquidaties vind ik een beetje te ver gaan. Liquidaties om mensen gelijk van de wereld af te schieten. Maar ik vind als iemand onrecht aandoet, die mag wel gestraft worden voor iets. Straks. Ad zit jaren vast voor de gewelddadige ontvoering van een wapenhandelaar, maar weet te ontsnappen. Ja, ik zat in het bos daar, ik ben in een kuil gevallen, s'nachts ben aan mijn aansteker. Die zijn een hele surviving toch voor mij, maar uiteindelijk heb ik het toch gered. Bij een schietgevecht komt hij bijna om het leven. En Ad wordt veroordeeld tot 9 jaar cel voor connecties met de beruchte drugsbende The French Connection. Maar hij zegt nooit zaken met ze te hebben gedaan. Ik kom altijd bij de verkeerde mensen terecht. Dus het verkeerde tijdstip en dan vervolgens gebeurt er iets. Ja, dat is puur toeval. Dat is toeval.
De 41-jarige Ad Haverkamp groeit op de kermis op en houdt van spanning. Hij droomt als jongen van een criminele carrière. Al snel ziet justitie Ad als een topcrimineel die zich vooral bezighoudt met de handel in drugs. En dat is niet zo gek, want Ad wil een leven als dat van de later geliquideerde drugsbaron Klaas Bruinsma. En dat beviel mij wel, dat leventje wat hij had. Ik denk, nou, dat wil ik ook. Ik denk, al die vrouwen, mooie auto's, leuke mensen om me heen, een grote groep om me heen, goed georganiseerd. In 1996 wordt Ad veroordeeld tot 8 jaar cel wegens een gewelddadige ontvoering in Rotterdam. Maar hij ontkent. Altijd. Door zijn status, zegt Ad, wordt hij soms onterecht van ernstige feiten verdacht. Nou, dit is de plek waarvan men zegt, justitie, dat ik een crimineel heb ontvoerd. Ik ben opgepakt door ook een arrestatieteam. Ik wist niet waarvoor. Dat wist ik pas op het politiebureau, voordat ik verdacht werd van een ontvoering. En dat zou gaan om een meneer uit Rotterdam. Dus wat ik moet nog terug kan halen van het verhaal, is dat die meneer bij hem thuis is die overmeesterd in een kelder van zijn flatgebouw. En die meneer is meegenomen in de kofferbak van zijn eigen auto. Die meneer was een wapenhandelaar, zegt Ad, van wie hij nog geld te goed zou hebben. Om hem tot betalen te dwingen, zou hij hem onder bedreiging van een vuurwapen hebben ontvoerd. Ja, en ik zeg gewoon dat er allemaal leugens zijn van hem. En ja, justitie zegt het anders, want omdat ik gewoon een naam heb, zeggen ze. Ja, als ik dan terugkijk, denk ik, ja, heb ik hier nou 8 jaar voor gehad? Ja, oké, het is gebeurd. Ik kan het niet terugdraaien. Ik ben onschuldig veroordeeld. Dat is een feit. Is het niet een beetje zielig doen? Nee, zeker niet zielig. Ik ben zeker niet zielig, want in de gevangenis ben ik gewoon een man. Ik zet gewoon mijn straf uit zoals het is. Ik ben een hoge beroep gegaan, logisch. Want je vecht voor je vrijheid. Dat is een feit. Maar oké, dat heb ik niet gewonnen. Hoe was het om die rechtszaak mee te maken als je zegt het niet gedaan te hebben? Ik heb in die rechtszaal gezeten. Ik heb die meneer ook aangekeken. Die zat in de rechtszaak met zijn familie. Ik heb ook 1000 keer gezegd, joh, luister, ik ben het niet. Ik zeg, je hebt een verkeerde voor je. Ja, hij bleef bij zijn standpunt. De man was ook niet onder de indruk, maar de mensen, zijn familie wel. Wat zag je dan aan die familie? Ja, verdriet. Verdriet, ja, een beetje een logisch, als daar iemand zit. Kwaad, boosheid, dat zie je aan die mensen. Doet het je dan over het algemeen wat als mensen slachtoffer zijn van een misdrijf? Nou, niet iedereen. Iemand die aan mijn familie komt en daarna gebeurt wat met die persoon, daar heb ik geen compassie voor. Hoe ver gaat dat dan? Mijn part verongeluk die of mij wordt, dan heb ik daar geen compassie voor. Zou je dan in staat kunnen zijn om een moord te plegen? Een moord is wel een heel bizar verhaal. Maar als het om mijn familie gaat, mijn kinderen of wat dan ook, dan zeker. Ja, dan zal ik zeker niet op mijn part met de auto dat ik eroverheen rij of wat dan ook. Ik denk dat het je emoties zijn die je niet kunt overwinnen. Maar zo'n persoon die verdient het niet om te leven, want die doet een ander ook verdriet. Dus ja, waarom zou je zo iemand sparen? Daar ga je over lijken, denk ik. Voor justitie is het een uitgemaakte zaak. Ad is tot zeer zware delicten in staat. Voor de ontvoering moet hij uiteindelijk 4 jaar achter de tralies. Het laatste deel zit hij in een half open kamp. En daar wil hij ontsnappen. Die tijd ging ik met een meisje om, daar ben ik best wel lang mee gegaan, uit Rotterdam. En die kreeg een tumor in de hoofd. Dus ik geef daar aan, de BSD geeft aan het bureau sociale dienstverlening is dat. Van luister, ik zou graag mijn verlof voor de volgende keer die nou gekomen wil ik graag naar voren schuiven. Want mijn meisje gaat naar het ziekenhuis en ik wil daar naartoe, want het is toch wel ernstig. Dus het meisje is in principe, het ging goed of het ging helemaal fout. Dus het was 50-50. Nou, dat vind ik toch wel noodzakelijk. Het was levensbelang, zo moet je zien. Nou ja, toen hebben hun besloten eigenlijk van nee, je mag niet gaan. Ja, toen heb ik voor mij besloten van luister, ik moet hier weg. Na nachtenlang observeren van de rondes en tijden van de bewakers, weet Ad met een maatje ongezien te vertrekken. Ja, kom op. Toen kom ik bij de tech. Ja, toen moest je natuurlijk over de tech, dat is alle kanten prikkeldraad. Nou, ik had een ideetje, ik pak een deken en nog wel een deken en ik gooi het eroverheen en dan lukt het me nog. Gaat niet. Dat gaat niet. Ik bleef half uur hangen. Dus
shirt kapot. En, ik terug. Ja, ik ging niet. Ik zei tegen hem, ga nou die tank maar halen. Zag ik het zo proberen. Dus ja, zijn we echt een uur bezig geweest. Met knippen. Dus ik heb het heel veel hek heb ik kapot geknipt. Ik had nog maar een half uurtje de tijd of zo, voordat er de nieuwe ronde was. Met die zware tas eruit. Een vriend van mij heeft gebeld, die buiten vooraan de weg stond. Dus 5 kilometer die weg. Maar ik zat in het bos daar. Ja, ik ben in een kuil gevallen. S'nachts met mijn aansteker, s'nachts. Ik zag niks. Ja, boem, lag ik in een kuil. Een stukje verder zat ik zo weer in de blubber. Dus ja, een hele surviving toch voor mij. Maar uiteindelijk heb ik het toch gered. Wat was het gevoel op het moment dat je die auto instapt? Opluchting. Ja, dat heb ik gered. Ik zit helemaal te rijden, gas op. En het eerste wat ik deed was naar huis. Ik ben uitgekleed. Ik ben per direct naar het ziekenhuis toe gegaan. Maar ik denk, ja, ik moet toch oppassen, want ik ben ontsnapt. Maar die nacht was ook die operatie. Dus ik was in principe was ik op tijd. Ik heb die operatie meegemaakt, alles was goed. Maar ik denk, ja, ik ga mij eigenlijk dan niet meer melden. Ik denk, ja, laat me nou maar genieten van de tijd die ik heb. Ad duikt onder bij zijn moeder, die in Dordrecht woont. Maar dan wordt hij gepakt. Mijn moeder woont op een hoekhuis. Mijn moeder zegt, die had liever niet dat ik daar kwam. Want ze zegt, ja, vandaag moet ik hem eens halen. Maar ik denk, ja, wanneer gaat het nu gebeuren? Ze zegt, alsjeblieft, zeg, ga jij gemelden, want dit is voor mij ook geen leven. Dus eigenlijk van mijn moeder eigenlijk ben ik gewoon naar buiten gelopen. Ben ik overgestoken en voordat ik het wist, kwamen ze aan. En denk, ja, dat mag gelijk mee, weet je dan. Want mijn moeder zat continu met die spanning. Hoe was het om weer gearresteerd te worden toen? Ja, voor mij kut natuurlijk. Voor mijn moeder een opluchting. Ja. Ad's vriendin geneest van haar tumor, maar de relatie gaat stuk. En Ad houdt aan zijn ontsnapping een fikse rekening over. Ja, van dat hek. Ja, die was vrij hoog. De rekening toen was geloof ik rond de 10.000 guldens. Want ik dacht, ja, ik heb het klein hekje kapot geknipt. Ja, het was blijkbaar gewoon een hek van 500 meter, geloof ik. Waar heb je dat van betaald toen? Met een regeling, met justitie. Hard voor moeten werken. In de gevangenis, ja, of stoepjes inpakken en bezem door de wc inhalen. Ja, dat moest allemaal daar in de gevangenis. Rond zijn 30ste verhuist Ad naar België. De haven van Antwerpen wordt zijn terrein. Justitie denkt dat Ad aan het hoofd staat van een drugslijn tussen België en Engeland. En zo grootschalig handelt in ecstasypillen. Ad zwijgt erover, maar geeft toe dat hij terechtkomt in een gewelddadig circuit. In 2002 moet hij een schietgevecht tussen twee rivaliserende drugsbendes bijna met zijn leven bekopen. Ik was op stap in België, Sint-Niklaas. En ik was daar flink aan het borrelen met een paar vrienden van mij, die zaten binnen. Dus ik draagde toen wel eens een wapen. Dat is al lang niet meer. Wat voor wapen? Een vuurwapen. Waar had je dat? Dat had ik meestal in mijn broek of achter mijn rug. En er zaten dus ook kogels in? Dat had ik ook gezien, ja. Anders draag je geen wapen. Ik kan net zo goed een waterpistool halen, water erin of zo. Maar wat was je idee daarbij dan? Niks. Dat is gewoon mijn eigen gevoel van veiligheid. Want de laatste tijd hoor je alleen maar rare, gekke dingen. En vooral in België. Dat, als je daar bonje krijgt, dan trekken ze een pistool en dan bij wijze van spreken, zo erg is het daar. Het is toch niet echt niks als je een geladen wapen erbij hebt? Nou, het was niet geladen. Dat niet. Er zat er wel een patroon in. Je hebt het verschil van, je hebt een houder erin. Maar als je trekt, dan is die geladen. Maar zodra het er alleen in zit, kan er niks gebeuren. Die had ik inderdaad bij me. Zo'n lazeres ben ik bij de buiten toe gegaan. Er waren twee groeperingen buiten, die hadden woorden met elkaar. Dat ik me eigenlijk nog een beetje kan herinneren. Nee. Dat belletje wat ik gedaan heb, dat belletje wat ik gedaan heb. En daar gaan schoten van. Ik voelde geen angst, helemaal niet. Je bent wel een beetje mensen, je bent zenuwachtig, dat ben je wel. Maar ja, ik heb mijn wapen. Ik denk, ja, dat kan mij ook iets overkomen. Ik heb niks gedaan, ik heb niet geschoten. Ik heb hem terug mijn broek gedaan, ik heb het allemaal een beetje afgewacht. Maar voordat ik het wist, stond ik helemaal voor mijn politieagenten. Een stukje verder, 100 meter verder, was een fuik. Een fuik voor mensen die met alcohol, maar dat was echt een grote fuik voor beide kanten. En het enige moment wat ik nog kan herinneren, is dat daar van die partijen, werd er ook geschoten richting de politie. En de politie is terug gaan schieten. Ik kan me één ding nog herinneren, dat ik mijn pistool heb gepakt. Toen ik op de grond lag, met de bedoeling van een waarschuwing. Ik heb in één keer in de lucht geschoten. Toen ben ik weggevallen. En wat blijkt,
dat ik in die periode dat ik gestaan heb, dat ik meerdere malen geschoten ben. Dus in mijn buik, in mijn zijkant, in mijn rug, in mijn been en in mijn knie. Kun je het moment nog wel herinneren dat je neergeschoten werd? Nee, ik heb totaal niks gevoeld. Nul. Ik weet dat ik weg ben gevallen, ook op de grond. Ik weet dat ik mijn been naar me probeerde toe te trekken, dat weet ik nog wel dat moment. Maar na de rand ben ik weggevallen, weet ik niks niet meer. Ik heb heel de film niet meer, helemaal niet meer, totaal niet meer meegemaakt. Ik heb het licht gezien. Ik ben dood geweest, niet op een haar na. Ik had een 15 minuten hartslag, dat werkte niet meer. En ondanks een goed team mensen die reanimeerden, is het toch hartelijk gekomen dat mijn hart weer begon te kloppen. Hoe lang heb je in coma gelegen? 4 dagen. Hoe kijk je erop terug? Ja, hoe kijk je erop terug? Ja, vervelend natuurlijk, logisch. Je laat heel veel mensen in de steek als jij... Als het gebeurt, mensen zeggen, ja, zelf ben ik niet bang voor de dood, daar ben ik niet bang voor. Maar ik ben meer bang voor de mensen van mij. Hoe gaat het daarmee aflopen? Met de mensen van wie je houdt, die van jou houden. Hoeveel geluk heb je gehad? Ik heb echt geluk gehad. Ik heb echt zwaar geluk gehad. Heb je er iets aan overgehouden? Niks. Het was wel bijna. Omdat ik door mijn buik heen geschoten was. Dat was mijn urinecontrole en door mijn... Dus uit de dokter van, je hebt 50% kans dat hij werkt. Dan denk ik, oh jee, nou, laat me maar gelijk inslapen dan. Dan denk ik, dat komt niet goed. Dus ja, dat dacht ik. En na 6 weken, ja, kwam een hele leuke zuster en die ging mij wassen. En ik zei, hij werkt. En die zuster zegt, ja, ik zie het al in zitten. En dus ja, dat was, voor mij was het een feest natuurlijk. Voor zijn criminele activiteiten in België wordt Ad gepakt. Hij wordt veroordeeld tot 18 maanden voor het witwassen van crimineel geld. En hij komt terecht in een Belgische gevangenis. Hoe ging dat eraan toe in die Belgische gevangenis? In België. Ja. Dan kom je binnen. En het is nog ouder als ouder, mag ik het zeggen. En eigenlijk de kleding die je daar hebt, ja, slagwekkend. Je moet je eigen kleding moet uit. Dus ik weet niet wat mij overkwam. Ik ben altijd een jongen die netjes gekleed gaat door het leven. En ik ben best wel ijdel. Ik heb ook best wel een beetje smetgeest. Dus ik kreeg sokken van hem. Ik kreeg zo'n grote onderbroek die ze niet op maat hadden liggen, bij wijze van spreken. Hier zat een gat in die sok, die was zo groot. De mouwen die kwamen tot hier. Ja, een broek die zo staat, hij kleed een pipo. Maar ik was ook een pipo op dat moment. Want als je zo die binnen gaat, ja, je eigen schoenen mocht ik niet aan. Ik kreeg een baantje in de gevangenis. Ik de winkel rondringen. Dus de winkel, dat betekent dat mensen die konden een winkellijst invullen, die moesten ze afgeven. En dan, ik moest die kar rijden, dus ja, je had 2 gevangenissen, voor de mannen en voor de vrouwen. En ja, kwam ik op de vrouwenafdeling. En toen moest ik de keuken moest ik in en dan kreeg ik komkommers om handen. Die moest ik dan een stuk hakken zo. Ik deed in de krat. Ja, nou wist ik waarom, want dan kwam die vrouwenafdeling natuurlijk op. En daar kregen die vrouwen die komkommers in stukjes. Dan zei die vrouw, waarom krijg je een hele of weet je wel zo? Ja, ik ben niet gek natuurlijk. Ik snap ook waarom ze een komkommer willen hebben. Ja, die zitten dan misschien een jaar, anderhalf jaar. Die zitten met 2 vrouwen per cel. Ja, dan moet je wel zo je buik buiten komen aanspreken. Waarom gaf je ze dan niet een hele? Ja, dat mocht niet. Ik mocht dat niet geven. Ik vond mijn part of nou een hele was of een halve. Maar ik moest in stukjes. Dat ook wel eens vrouwen, als je daar, als je dan de afdeling op kwam, dan wisten ze al, omdat ik al een aantal weken in die kantine zat. Ja, die meiden die deur gingen open, ja, stonden ze ineens nakend, weet je wel, op mijn onderbroek aan. Oh, sorry, weet je wel. Net alsof ze het niet wisten. Dan stond ze expres met de bedoeling van, kijk, hier sta ik. Ja, het is allemaal wel leuk. Maar ja, wat moet ik doen? Ik zag achter een kar. Dus die deur ging weer dicht, kliks. Ja. Ik liep verslag af, liep ik voorbij. Ik denk dat die vrouwen zelf ook dachten van, ah shit. Wat zijn nare momenten als je in de gevangenis zit? Dat je niet thuis kan zijn. Dat je niet bij je... Ja, dat weet je van tevoren natuurlijk, als je dingen doet. Dan weet je van tevoren dat je daar kan belanden. Dat is feit. Je hebt heel veel mensen die begrijpen dat niet. Die zitten binnen. En als ze binnen zitten, gaan ze zitten huilen. Oh, ik ben dan mijn vrouw. En misschien denken, je hoort ze ook schelden aan de telefoon. Denken ze dat de vrouw vreemd gaat buiten. Er gebeuren zulke rare dingen. Maar dat weet je allemaal van tevoren. Je weet als je iets doet. Of het kan ook zijn dat je het niet doet. Zoals ik meerdere malen mee heb gemaakt. Dat je dan opgepakt wordt. Dat je naar binnen wordt gezet. Kijk, dan is het wel een na-moment. Wel zielig eigenlijk. Dat is zielig. Vooral voor je thuissituatie. Dat is het zieligste. En hoewel Ad blijft ontkennen, laat justitie hem na zijn vrijlating niet los.
Hij wordt in 2005 verdacht van nauwe banden met de Italiaanse maffia en Colombiaanse kartels. En met de legendarische drugsorganisatie, de French Connection. Over deze organisatie is in 1971 een film gemaakt. Met acteur Gene Hackman als politierechercheur. Hi, Popeye's here. Put your hand on your head. Get off the bar and get on the wall. Come on, move. De French Connection houdt zich in de jaren 60 bezig met grootschalige smokkel van heroïne. Vanuit het Verre Oosten, via de haven van Marseille, naar de Verenigde Staten. De heroïne wordt verstopt in Amerikaanse auto's. Listen, I ripped everything out of there, except the rocker panel. Come on, Herb, what the hell is that? De kopstukken van de organisatie worden gepakt en zitten jarenlang vast. Maar beginnen na hun vrijlating met een nieuwe drugslijn. Je had de oude French Connection, maar er was ook een nieuwe French Connection. Ja, daar ben ik mee geassocieerd. Wat was dat? Le Revenir, Le French Connection. Dat was de nieuwe terugkomst van de oude French Connection naar de nieuwe met een andere tak. Drugs van Zuid-Amerika naar Frankrijk. En vanuit en de drugs vanuit Frankrijk werd dan weer overal naar links en naar rechts geëxporteerd. Hoe zei men dat dat gebeurde? In containers vanuit Zuid-Amerika naar Frankrijk. En wat was dat voor drugs? Dat ging om cocaïne. Ja. En wie waren de kopstukken? André Bousquet, William Perrin. Ja, die groep was zo groot. Maar dat waren de kopstukken. En die heb jij dus leren kennen? Ja, dat zijn toch legendes, zo moet je zien. Ik heb ze leren kennen in Saint-Tropez. Via een vriend van mij, uit België vandaan. Ad Haverkamp lijkt voor zichzelf het hoogste te hebben bereikt. In Saint-Tropez komt hij in contact met de grootste ter wereld in het drugsmilieu. Wekenlang brengt hij door op het jacht van William Perrin. Hoe was de sfeer aan boord? Ja, top. Dat is een al feest, die man. En als je zo'n man ziet aan 76 jaar, nou dan ben je af hoor. Want ik had wel gewoon een klik met die man. En ik kon niet over drugs praten met hem of zo, dat wou ik ook helemaal niet. Daar was ik ook niet voor. Maar ja, het is wel een man die wel met verschillende dingen nog wel bezig was. Met drugs en noem maar op. Waarom lieten ze zo'n onschuldige jongen als jij dan aan boord? Via die vriend van mij. Justitie ziet Ad als hoofdverdachte in de voorbereidingen van een groot drugstransport van honderden kilo's cocaïne vanuit Venezuela naar de havens van Marseille en Antwerpen. Het plan is de cocaïne te verstoppen in containers met mango's. De drugs worden niet gevonden. Maar de kopstukken gaan toch voor de bel. Une présence policière particulièrement renforcée ce matin au palais de justice de Marseille. 39 prévenus vont comparaître, tous impliqués dans un vaste réseau de trafic de cocaïne entre la France, l'Italie et l'Espagne. Ils avaient tous, à l'époque, été condamnés à des peines allant jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. À nouveau ce matin devant un tribunal, ils ont aujourd'hui plus de 70 ans et donnent ici l'image de papis du banditisme qui n'ont toujours pas raccroché. Ik ben veroordeeld voor 9 jaar en een boete van 10 miljoen euro. Voor betrokken te zijn met die groep. En dat ik het speelfiguur zou zijn vanuit Colombia en Venezuela en heel Zuid-Amerika. Dat ik de cocaïne zou leveren aan deze groepering. Dat ik contact had daar en dat ik dat zou doorschakelen naar hun. Allemaal onzin, zegt Ad weer. Hij ontkent opnieuw alle feiten. En dat is nu wel erg ongeloofwaardig. Ben je wel eens in Colombia geweest? Ja, meerdere malen zelfs. Wat deed je daar? Ik heb daar een hele goede vriend. En dat is de reden waarom ik daar regelmatig, want ik vind het een prachtig mooi land. Ben je wel eens in Venezuela geweest? Ja, Caracas ben ik geweest. En regelmatig ging ik naar het vissen. Wel toevallig. Hoezo? Dat was toevallig. En waarvoor niet? Ik hou van Zuid-Amerika. Ik ga ook naar, bij wijze van spreken, ik ga ook naar Brazilië. Maar jij zegt dus niets meer met de mannen van de French Connection te maken te hebben dan... Nou, een beetje feesten. Goeie gesprekken, maar geen drugs. Dat is niks voor jou? Drugs. Mensen zeggen van wel dat het wel mijn ding is. Maar ik ben wel veroordeeld geweest, maar geen bewijs. En toch gestraft. Wat zegt dat over jou? Dat je nou een aantal keren veroordeeld bent geweest voor iets wat je niet gedaan zegt te hebben? Ja, dat ze mij toch bestempelen als een persoon die ze wel hoger in het milieu zetten. Maar ben je dan ook een beetje een pechvogel? Ja, eigenlijk wel. Ja, zo moet je zien. Ik ben echt een pechvogel. Een pechvogel heeft ook wel een beetje iets sneus. Ja. Terwijl er hier toch niet echt een hele sneuwe man tegenover zit. Nee, dat ben ik niet. Maar het is gewoon zo, ik kom altijd in het verkeerde straatje terecht, zo moet je zien.
Ik kom altijd bij de verkeerde mensen terecht. Dus het verkeerde tijdstip, verkeerde uur. En dan kom ik daar te sprake en dan vervolgens gebeurt er iets. Ja, dat is puur toeval. Dat is toeval. Straks. Ad wordt per TGV uitgeleverd aan Frankrijk. In 3 coupés vol zwaar bewapende gendarmerie. Ik vond het zo waardeloos op de manier hoe ik vervoerd werd. Ik denk maar, nu ze beschouwen mij echt als een gangster. Jarenlang zit hij vast in de meest beruchte gevangenis van Frankrijk. Bar slecht. Als je karatten zie je lopen, het is echt te gek voor woorden. En nu hij opnieuw vader is, maakt hij de balans op. Wat in je leven zou je hem dan niet gunnen? De gevangenis. En zorgen dat hij niet in de buurt komt met de mensen waar ik vroeger mee in contact kwam. De 41-jarige Ad Haverkamp groeit op de kermis, maar kiest daarna voor een crimineel leven. Hij zit regelmatig vast, maar weet ook te ontsnappen. Bij een schietgevecht komt hij bijna om het leven. Ad zit in de drugswereld, maar ontkent altijd. Ik ben sowieso lang geen persoon die ik beken. Ik heb wel een erecode aan mezelf. Wat een ander doet, moet hij zelf. Ik heb wel een bepaalde trots. En wat is die erecode dan? Die erecode is gewoon dat je gewoon je mond moet houden, vooral over andere mensen. Ad kent de mannen van de drugsorganisatie The French Connection en lijkt zaken met ze te doen. Maar Ad ontkent. Hij zegt in Venezuela te zijn wezen vissen, maar wordt gepakt voor de voorbereidingen van een groot cocaïnetransport vanuit Zuid-Amerika. Per TGV en met 3 coupés vol zwaar bewapende manschappen wordt hij door België uitgeleverd aan Frankrijk. Kun je eens omschrijven hoe je door die coupés liep? Met de handboeien om mijn voeten, dus echt, dan moest ik op een plek gaan zitten. In het halfwegende coupé. Dus dat was eentje was allemaal gendarmerie. In het midden, daar zat ik het coupé. En het derde, daar zat helemaal vol mijn gendarmerie. En ook met mitrailleurs en weet ik het allemaal. Het is gewoon één film. Ik zeg, ik zit gewoon in een film. Van binnen moest ik ook wel een beetje lachen. Ik denk, nou wat een onzin is dit hier, zeg. Geeft het ergens ook niet een beetje een stoer gevoel als je erin zit? Nee, totaal niet. Nee, ik vond het echt een. Het leek wel of ik in een cartoonfilm zat. Maar waar denk je dan aan als je in zo'n trein zit? Ik vond het zo waardeloos op de manier hoe ik vervoerd werd. Ik denk maar, nu ze beschouwen mij echt als een gangster. Maakt dit je ook bang, zo'n toestand om je heen? Nee. Wel misschien wat je boven het hoofd zou gaan houden. Ja, dat wel. In Frankrijk wordt Ad veroordeeld tot 9 jaar cel en een boete van 10 miljoen euro. Hij komt terecht in Le Bomet, de meest beruchte gevangenis van Frankrijk in Marseille. Hoe was die gevangenis in Marseille? Bar slecht. Ik heb er nooit zoiets meegemaakt. In Bomet zitten 2.000 of 3.000 man. Waar eigenlijk maar 1.000 man kan zitten. Heel veel Algerijnse mensen. Heel veel mensen van Marokkaanse mensen. Heel veel van Rusland en dingen. Die zaten allemaal daar. Roemenen zat helemaal vol. Hoe heb je overleefd in die gevangenis? Nee, ik had één voordeel. Heel die French Connection zat er binnen. William Perrin. Die zat allemaal vast in Bomet. En het verhaal al, toen ik kwam, was meneer Perrin die was op de hoogte dat ik kwam. Dat wist al via bewakers, want het is daar corrupt als de pest. En in principe, ja, daar kreeg ik een cel alleen. Want ik was een staatsgevaar in principe daar. Een cel alleen, dat was mijn voordeel. Dus ik zat me niet met anders. Nou, dan lag ik lekker alleen. Nou ja, nee, niet alleen, maar er liepen ook zulke kakkelakken. Nou, ik trapte er eentje dood. Er liepen er ineens 10.000 baby's kwamen eruit. Dus de hele cel zat vol. Nou, zulke ratten zie je lopen. Het is echt te gek voor woorden. Hoe zagen ze je daar in die Franse gevangenis? Een topfiguur. Wat gaf die status je voor gevoel? Ja, wat het mij voor gevoel geeft. Nou, niet om vrolijk van te worden. Want ik dacht eerder van ik wil naar huis toe dan dat ik in dat vieze rotte hotel zou zitten daar. Want dat is echt niet normaal. Heb je erge dingen zien gebeuren daar? Ja, ja, zeker. Zoals? Je hebt daar een luchtplaats. Maar er wordt er dan een heel groot blok. Per ring worden die mensen eruit gelaten. Maar er lopen geen bewakers zoals hier met een pieper. Ik heb het gezien met Nederlanders. Ja, die werden gewoon aan alle kanten echt gewoon tot losgeslagen. Werden schoenen van afgepakt. De trouwring wordt afgepakt. Er waren gewoon echt achteraf gezien. Waren dat gewoon vrachtwagenchauffeurs die gebruikt waren door mensen, door te rijden. En er waren gewoon drugs in de vrachtwagen die gewoon helemaal van niks af wisten. Heb je wel eens gedacht in die cel tussen de ratten en kakkerlakken van, nou goh, het is misschien niet heel handig geweest om te gaan vissen in Venezuela?
Ja, ik heb nooit over nagedacht. Daar ken ik, moet ik overal over nadenken. Het is heel handig om niet daarin te gaan, heel handig om niet daarin te gaan. Ja, wat is wel verstandig. Maar gebeurt het niet. Het gebeurt overal. Ad zit in Frankrijk uiteindelijk 5 jaar vast. Over hoe hij zijn boete van 10 miljoen euro heeft betaald, wil hij niet praten. Je bent nu een paar jaar weer vrij. Ja. Ja, gelukkig wel. Dat wil ik ook zo houden als ik niet erg vind. Hoe kijk je terug op je leven? Goed. Ik heb eigenlijk een goed leven gehad. Alleen, natuurlijk is het vervelend als je door bepaalde omstandigheden... dat je binnenkomt in een gevangenis en dat je dan je familie niet ziet. En toch een beetje verdriet aan doet. En toch dat je ze toch moet missen. En je moet zo zien, alles wat je binnen zit, dat ben je kwijt. En alles wat je buiten bent, dat heb je. En je moet genieten van de familie die je hebt. Want het kan ook zijn zo gebeurd zijn, dat ze er niet meer zijn. En dan zit je daar. Leven als crimineel? Is het nou wat je ervan gehoopt had? Ik heb spannend geleefd. Dat zie je zo. Mijn jongensdroom heb ik verwezenlijkt. Ik heb een mooie auto gekregen. Ik heb altijd centjes in mijn zak gehad. Ik heb mooi gewoond. Ik heb mooie vakanties gehad. Maar het is niet fijn als de mensen je zo hoog zetten. Misschien heb ik dat ook zelf veroorzaakt. Kan. Dat zeggen ze. Maar ik heb geen spijt van mijn leven. Nee, zeker niet. Nou heb je net weer een zoontje gekregen. Ja. Wat heeft dat met je gedaan? Ja, dat is het mooiste wat je kan overkomen. Echt verliefd. Dat is echt een topgozietje. Dat is het. Ja, die had ik heel erg in de watjes leggen. En wat in je leven zou je hem dan niet gunnen? De gevangenis. En zorgen dat hij niet in de buurt komt met de mensen waar ik vroeger mee in contact kwam. Je hebt ook een dochter van 13. Wat heeft jouw tijd in de gevangenis voor invloed gehad op de band met je dochter? Dat zoals de band is zoals die nu is, slecht. Slecht. Gewoon in de tijd dat zij eigenlijk geboren is, ben ik er veel vast komen te zitten. Dus in die tijd, die jaren die ik gedaan heb, zij kort achter elkaar allemaal, is de band eigenlijk heel slecht geweest. Dus en eigenlijk is het een beetje een band die uit elkaar gegroeid is, laat ik het zo zeggen. Wat vind je er nu van? Ja, kut. Behalve van de stekker natuurlijk. Ad handelt momenteel in olie en verdient daarmee zijn geld. Crimineel zegt hij niet meer te zijn. Of was hij niet echt crimineel? Je hebt een hoop ontkend vandaag. Ja, het is... Toch heet het programma Echt Penose. Ja. Wat gaat over Penose? Het gaat over Penose, ja. Ja, is het die dan? Is die het of is die het niet? Wat denk je zelf? Volgende week, Rodney Gijzen zit in totaal 18 jaar... voor ramkraken, overvallen en vuurwapenbezit. Misdaad was zijn werk... Ik had een keer een zeer ernstig misdrijf gepleegd. En van daaruit ging ik meteen door naar een kinderfeestje Hamburg. Hij verdient veel geld. Ja, daar zijn we een paar miljoen wel voorbij. Maar nu neemt hij definitief afscheid van zijn criminele leven. Als je je leven wil vergooien, dan doe vooral wat ik gedaan heb.